Dat is door een buurman getekend. Dat is uit 1959. Kijk. Toen was ik 14 jaar. Zo ziet een 14-jarige er niet meer uit tegenwoordig. Het is nog een kind. Ja. Kleuter. Maar goed, dat geldt wel voor mij tot mijn... dat ik niet echt heel erg snel een grote jongen ben geworden. Was u toen ook al grappig? Ja, dat wel. Dat wel. Dames en heren, Good Boy Productions is trots u vanavond te kunnen presenteren de Nederlands Hoop Express. Een energieverslindende show die zijn tijd ver vooruit is. Oorspronkelijk gepland in de zomer van 1974, maar vanavond reeds voor u gespeeld. Maar het voelde alsof jullie het publiek bij de strot namen aan het begin en pas aan het eind van de voorstelling loslieten. Ja. Maar goed, dat had natuurlijk te maken met de betovering die er vanuit ging. Mensen werden echt opgeslokt. Ik kan me van die eerste voorstellingen ook wel die roes herinneren waar het publiek in terecht kwam. En dat heeft zeg maar twee, drie programma's geduurd. En ja, dan ontstaat de gewenning en dan heel langzamerhand verdwijnen al die dingen. Dit is een jas, die heb ik aangehad. Hij valt bij iedere keer aantrekken, valt hij ook behoorlijk uit elkaar. Bij Shakespeare, de Midsomernachtsdroom heb ik gedaan. En die echte dieptiepte, die echte betovering, die is teruggekomen bij de eerste shows die ik dan in Carré deed. En dat heeft zo'n 5-6 jaar geduurd. En toen was die betovering ook weg. En die komt bij vlagen terug. Maar zoals die geweest is, dat is eenmalig. Ik denk voor Stroomman en Trawanten dit goed. Dus dat is nu 34 jaar oud. Want dit is ook de plek waar u uw teksten maakt? Ja, ik heb niet zo echt zo'n ritueel van dingen maken, want alles... alles komt hapsnap, alles zit in het hoofd, ja. Eigenlijk pas later komt het echte opschrijfwerk. Het is vanuit improvisatie en dan wil je tenslotte toch, wil je het nauwkeurig zeggen. Hoe lang duurt zo'n proces voordat zo'n voorstelling staat? Als je 4-5 keer per week speelt, dan duurt het anderhalve maand of zo. Dan begint het er, dan zit het er aardig in. Ja. En na zo'n 75 keer spelen, dan begint het echt heel goed te worden. En dan rollen die teksten er gewoon uit zoals ze moeten. Ja, en dan kan ik ook nog, terwijl ik aan het spelen ben, over hele triviale dingen nadenken. Waar ik iets heb laten liggen, ik ben een boek kwijt of ik weet niet wat. En allemaal van dat soort wonderlijke dingen. Ja, er gaat er wel eens een de mist in, maar ja, dat is theater. Dames en heren, terug naar... de werkelijkheid.